In 101 vragen, hoe kan en mag je onderhandelen over je salaris tijdens een sollicitatiegesprek? Een realistisch antwoord is een goed voorbereid antwoord. In die zin dat je goed nadenkt vooraf, wat wil ik zelf verdienen? Hou daarbij rekening met je kennis, je ervaring, de sector waarin je tot nog toe hebt gewerkt en dergelijke meer. Wil je een benchmark uitvoeren, dan kun je altijd op de vacature.com-site terecht, waar je een pak informatie vindt over mensen van een gelijkaardige leeftijd, ervaring en welk compensatiepakket zij ter beschikking krijgen. Dus voor het checken van wat je wenst te verdienen, kun je altijd daarop terecht. Hou er rekening mee als je absoluut een job wil, dat je je dan best wat flexibel opstelt of op zijn minst dat je aangeeft dat het globale compensatiepakket voor u veel belangrijker is dan het salaris as such. In die zin kun je dat best ook aangeven aan je gesprekspartner en verhoog je aanzienlijk de kans op een vervolggesprek.